stom! Dieren zijn ook wel iets ziek, ze krijgen koorts of reumatiek. De kippen willen niet meer aan de leg, maar gelukkig is er iemand onderweg. Daar is Tom! Treffer ziet een beetje pips, want zijn poot moet in het gips. Maar er is gelukkig iemand die hem helpt. Ja, want dierendokter Tom is al gebeld. Daar is Tom! Hij beleeft weer avonturen en jij mag mee. Daar is Tom! Daar is Tom! Dokter Tom! Ja, daar is dierendokter Tom! Nee. Dag, Lionel. Oh, Tom. Wat ben ik blij dat je er bent. Columbus is de hele morgen al aan het niezen. Goed, laat mij maar eens even naar je kijken. Stethoscoop, alsjeblieft, Pippa. Alsjeblieft, dokter Tom. Dank je. Kun je misschien proberen niet te niezen als ik luister, Columbus? Ja, hij heeft echt een behoorlijke infectie, Lionel. Dit medicijn moet je mengen met het water in zijn kom. Je moet Columbus uit de tocht houden en je mag hem onder geen beding uit het huis laten gaan. Goed begrepen? Ja, dank je, Tom. En hoe gaat het met Iggy? Hij wordt dik, dokter Tom. Hij is bijna net zo dik als Plonky. Je wordt inderdaad een beetje mollig, Iggy. Mijn advies is dat Iggy een beetje meer moet bewegen. Wat voor beweging? Brood, koekjes, worstjes. Goedemorgen, Kara. Oh, goedemorgen. Lionel? Ja, we proberen wat vet kwijt te raken, Kara. Het is nooit te laat om fit te worden. Kom mee, Iggy, kom mee. Iggy! Goed, oké. Eén keer om de vijf heen, Iggy. Oké. Hup, kom, lopen. Ik zei lopen maar, Iggy. Hup. Doe dan, Iggy. Lopen. Lieve hemel, Tom had gelijk. Je bent niet gezond. Dan lopen we samen. Kom op dan, hoppa. Kom dan, Iggy, kom dan. Ja, goed zo, Iggy. Zo gaat hij stukken beter, hè? Oké dan, oefeningen. Goed gedaan, Iggy. Heel goed. Dat is sneller dan ooit. Heel mooi. Tijd om naar huis te gaan, hè? Kom mee. Nee, Iggy. We moeten nu echt naar huis. Niet te veel willen doen op één dag, Iggy. Iggy. Dus... Lionel? Stop, Iggy. Stop. Iggy. Ik weet niet wat ik van die nieuwe lippenstift moet denken, lievertjes. Iggy, kom terug. Kom nou toch hier, Iggy. Dit is niet echt mami meer, hè? Nee, stop, Iggy. Je hebt het goed gedaan, hè? Iggy, kijk uit. Oh, een krokodil. Oh,
zwembad in. Ik kan niet rennen. Ik kan niet meer. Oh, 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 oh nee. Kijk. Ikki. Mijn bril. Waar is mijn bril? Oh, 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 oh. Ikki. Ikki. Hé, hey, waar ben je? Waar ben je? Ikki. Oh. De manege is de volgende op de lijst, meisjes. Een van de paarden heeft zijn hoef bezeerd. Ik wil vanavond groentetijd maken. Wat is dat? Vergeet de wortels niet. Oh, ja. Oh, oh, Lionel. Er zat een enorme krokodil op de weg. Lionel? Lionel? Froggy! Froggy! Naar huis, Pippa. Dit was onze laatste visite. Ah! Ah! Columbus! Ik had Lionel gezegd je niet naar buiten te laten tot je... Lionel? Hij moet hier buiten zijn. Zonder zijn bril. Ikki! Ikki! Ikki, kom bij Lionel. Kom toch bij die goede oude Lionel. Ikki! Ik geloof niet dat Lionel hier nog ergens rondzwerft, Columbus. Hij is vast naar huis gelopen. Ah! Ah! Ikki! Ah. Lionel, de rotsen! Ikki! Nee, nee, Columbus. Je verkoudheid. Het is daar veel te winderig. Oh, waar komen al die zeemeeuwen ineens vandaan? Ga toch weg, stomme vogels. Ik probeer mijn leeg laan te vinden, ja? Ik zei, ga weg. Ga weg, schiet op. Weg. Oh, nee. Zo, zo. Stop, Froggy. Stop, stop. Wat? Columbus? Oh, goed gedaan, Columbus. Nee? Jemine. Je bent nog steeds verkouden, Columbus, maar verder ben je prima in orde. Blijf hem het medicijn geven, Lionel, maar laat hem alsjeblieft niet meer naar buiten. Wees daar maar niet bang voor, Tom. Van nu af aan zal Ikki al zijn conditieoefeningen binnenshuis doen. Binnenshuis? Ah? Ja, Tom. Kijk.